Sarek. Hey. Goedemiddag. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag woensdag. En we gaan koken. We hebben het boodschap gedaan. We gaan we eten staan. Komkommer. Komkommer. Maar wat nog meer? Gado-gado. Lekker. Dus, wat gaat er in de gado-gado? Heel veel komkommer. Wat hebben we hier? We hebben toge. We hebben kroephoek, wat nog een hele uitdaging was om te vinden hier in Australië. We hebben boontjes. We hebben groenten, namelijk nog meer broccoli, Australian broccoli om precies te zijn. De quick oats gaan niet in de gado-gado. De cut green beans wel. En hier nog meer kroephoek. Dan hebben we nog sojasaus, een hele emmer te grootte van Sarah's lichaam aan azijn en peanut butter voor de satésaus. En dan hebben we hier de rijst op staan. Ik betwijfel ten zeerste of dit goed gaat komen. Twee pannen om precies te zijn. Maar het is zo lastig om te bedenken hoeveel 30 mensen moeten eten, want of je zit meteen goed, het is veel te weinig of het is veel te veel. Het is de eerste keer dat ik een beetje in mijn uppie kook. Erik die neemt het meestal op zich, super fijn, maar die is er even niet. Dus er komt op ons aan. Ik hoop dat we het een beetje goed ingeschat hebben. Wel laat. Ik hoop het. We hebben een beetje een rijstsituatie. Het water is namelijk in één keer weg. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar gelukkig is hier ons prins op het witte paard om de dag te redden. Denk je dat het goed komt, Erik? Het komt zeker goed. We hoeven een doek over en dan stomen we droog. Oeh, klinkt goed. Wat voor lekkers ga je maken? Oh, ik hoop dat het lekker wordt. Ja. Het wordt satésaus. Maar we gaan het zien of dat lekker wordt met deze pindakaas. Deze. Oeh. Wat hebben we er verder voor nodig? Beetje zout, een beetje peper. Zit al water in de pan. Ja. Suiker, azijn. Sambal. Ja. En ketchup. Oké. Okay. Hey, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Ik moest er even over nadenken. Het is vandaag vrijdag. En we zitten nu in de auto op weg om boodschappen te doen. We moeten ook nog even langs het postkantoor. En dan moeten we nog even langs de hangar om daar wat spullen langs te brengen. En dan gaan we vanavond lekker barbecuen. Dus daar heb ik hartstikke veel zin in. Nou, de boodschappen die hebben we ingeslagen. Ik denk dat ik nu het raarste iets ga doen wat ik in een tijdje gedaan heb. We zijn namelijk onderweg om wat bier op te halen. Want op vrijdagavond mogen we dat. Een paar blikjes bier. En er is hier een bier drive-thru. Alright. And 60 cans of West End beer. How much? 60 cans. Good package. Is that 60 or 6? 60. 60 cans of West End. I'm thirsty. Huh? Gewoon cans, not boxes. Two boxes. Oh, two boxes. Games. Two boxes. Oh, yeah, yeah. Bordje bewaren voor. Wieso? We moeten één bordje bewaren voor Yushi. Dus we moeten alles even één hebben. Niet één tekje geven. Hoe gaat het, Barbecue Master? Lekker. Ik heb het overgenomen, dus ik ben nog gewoon fresh. Lekker man. Ik hoop dat het smaakt wel. Ik ook, hoop ik ook. Jackie, how do we like the barbecue? Meindert. Ja. Do you like the barbecue? Ja. Hey, goedemiddag. Het is vandaag dinsdag. En alweer het einde van deze weekvlog. Het was geen hele spannende weekvlog. Het was vooral heel veel boodschappen doen, koken. Een beetje huishoudelijke klusjes hier. Maar ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren.
heel veel dingen naar de jongens brengen in de hangar. Want die zijn op dit moment heel druk bezig met de auto afmaken. Want die moet deze week af. Voor vrijdag. Want vrijdag hebben wij een hele leuke verrassing voor het dorp. En volgens mij het dorp ook een hele leuke verrassing voor ons. Maar dat zie je dan in de volgende week vlog. Volg ons tot die tijd op al onze social media. Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Al die leuke dingen. En dan zie ik jullie volgende week weer. Tot dan!